Hoi, ik ben Lian. Met Alle Scholen Verzamelen gaan we door heel Nederland met basisscholen het onderzoek doen van drinkable rivers. Dat hebben we vorig jaar ook gedaan en dit jaar zijn er wel 3 keer zoveel aanmeldingen. En we gaan op verschillende manieren kijken naar wat de kwaliteit is van het water. Dus we gaan kijken naar wat voor invloed heeft de mens, welke activiteiten vinden er plaats, welke planten groeien er, hoeveel libellen zijn er, hoe warm is het water en welke stofjes zitten erin. Al kanoend 15 jaar geleden in Canada kon ik een maand direct uit de rivier drinken. Dat was een hele mooie ervaring. Maar toen ik nog geen 3 jaar later daar terugkwam, kon dat niet meer. Vissen gingen dood, mensen raakten ziek. Door industrie was er heel veel kwik in het water gekomen. En sindsdien zet ik me in voor een wereld met drinkbare rivieren. Iets wat duizenden, misschien zelfs miljoenen jaren drinkbaar is geweest, kan in één klap zomaar verdwijnen. Ik stel mezelf de vraag, werkt dit richting een drinkbare rivier of niet? Dat is mijn kompas geworden, waarmee ik mijn keuzes maak. En om anderen ook daarvan bewust te maken, heb ik een organisatie Drinkable Rivers gestart. Bedenk maar eens hoe belangrijk water is. We gebruiken het allemaal elke dag. We drinken het, we gebruiken het om te wassen, toilet door te spoelen, tanden poetsen. Zelfs al ons eten heeft water nodig om te groeien. En dat geldt voor al het leven op aarde, wat afhankelijk is van zoet water. En dat is het nou juist. Er is maar een heel klein beetje van de wereld zoet water en heel veel zout water. Wanneer dit jullie eerste meting is, dan heet dat een nulmeting. Wanneer je vorig jaar al hebt gemeten, dan kan je het gaan vergelijken met je nulmeting. En het idee is dus dat je met je nulmeting toekomstige metingen van volgend jaar of zo, of over een half jaar, kan vergelijken. En dit onderzoek gaan we dan allemaal analyseren. Onderzoekers gaan daar naar kijken. En we gaan het vergelijken met andere leerlingen. Maar we gaan het ook vergelijken met allemaal officiële metingen die gedaan worden door Rijkswaterstaat en het waterschap. Dus voldoet jouw rivier, beek of sloot aan de afspraken die we hebben gemaakt in Nederland en in Europa? Kunnen we hier wel in zwemmen bijvoorbeeld? Kunnen we dit misschien wel drinken? Door hier onderzoek te doen met jullie en deze informatie te verzamelen, hopen we dat we een stap dichterbij komen. Voor het onderzoek hebben jullie een meetkit van ons ontvangen met allemaal dingen, sensoren en ook een handleiding hebben we geschreven. En we hebben ook allemaal filmpjes gemaakt waarin we stap voor stap uitleggen wat je doet, hoe je het doet en waarom je het doet. En tijdens het meten gaan jullie opschrijven wat jullie resultaten zijn van de meting. Dan delen jullie dat online met ons. En mocht je nou in de tussentijd nieuwsgierig zijn van wat betekent het nou wat we hebben gemeten. Bijvoorbeeld, we hebben deze temperatuur gevonden, is dat nou gezond of niet? Of kunnen er hier libellen leven of niet? Dan hebben we werkbladen waarbij je kan analyseren wat je hebt gemeten. Zodra dan je de meting hebt ingevuld en gedeeld met ons, dan kan je naar onze website gaan. En daarin heb je een plattegrond met allemaal puntjes. En dan als je gaat inzoomen op jullie locatie, dan kan je jullie meting vinden. Bedankt!